Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel moois maken met het industriële frame. Echt een supermooi frame waar we zo mee aan de slag gaan. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. En aan het einde van deze video heb ik ook een winnaar voor jullie. Dus heb je meegedaan met de winactie, blijf dan vooral kijken. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk in deze tijd. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, heb ik een heel mooi frame. De onderkant is wat zwaarder, waardoor hij goed blijft staan en mooi stevig is. Ik gebruik wel even een lekschaaltje en hier doe ik oase op. De oase heb ik al nat gemaakt, dus dat heb ik al gedaan. Belangrijk is bij oase natuurlijk niet onder water duwen, maar langzaam vol laten zuigen. Ook niet onder de kraan houden, want dan krijg je luchtbelletjes. En dan is de oase van de binnenkant niet gevuld, waardoor de bloemen het water niet goed kunnen opnemen. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik leg het lekschaaltje aan één kant en de oase legt erop. En de zijkantjes snij ik even schuin aan. Dan heb ik aspidistra en die vouw ik eventjes één keer dubbel. En die zet ik dan even vast met een draadje. Je kan ook een niet-machine gebruiken als je dat makkelijk vindt. Maar een draadje vind ik iets mooier. Wat je dan doet is, je pakt een ijzerdraadje en je prikt hem aan de ene kant doorheen. Dus dan komt hij aan de ene kant erdoor. En dan prik je hem er nogmaals een keer door. Waardoor je hem weer aan de andere kant hebt. Zoals je kan zien. En dan pak je hem samen en dan wikkel je het langste draadje er weer omheen. En dan zit hij heel stevig vast en kan het geen kant op. Dan snij ik ook de aspidistra even schuin aan. Het ijzerdraadje knip ik even af met een allesknipper. En deze steek ik er aan de ene kant in. Ik leg het schaaltje natuurlijk zoveel mogelijk de ene kant op en de andere kant laten we het aspirista lopen. Dan doen we dat nog een keer, maar ik vouw hem daarna nog een keer dubbel. Dus ik doe het eigenlijk dubbel. En voor de rest doe ik hetzelfde met het aspirista. Vind je dit lastig, kun je dit ook met een niet-machine doen. Vind ik iets minder mooi, want het draadje zie je gewoon niet. Je prikt hem erdoor, prikt hem aan de andere kant er weer door. Dat je beide kanten weer aan de voorkant hebt. En dan wikkel je hem vast. En zoals je ziet heb je dan weer wat moois gemaakt met de aspirista. Met aspirista kun je heel veel spelen en heel veel mooie dingen maken. En deze die zet ik er net boven. En er mag best wel eventjes iets ruimte tussen zitten. Dan krijg je juist die mooie die beweging. En dan maken we ook even een strikje. Die is wel bekend op dit kanaal. Mocht je die niet zien, staat ook een aparte video van online. Dan kun je hem oefenen. Ik doe hem even snel voor. Het ene lus doe je de voorkant langs. Dan draai je hem een kwastslag. En die andere doe je de andere kant langs. Maar er staat dus een video van online. Eerste, een van de eerste video's. En ik draai hem eromheen. En deze doe ik aan de achterzijde. En dat kan dus mooi met de achterkant, omdat je dan dat draad, het ijzeren staal ertussen hebt. Dan gaan we beginnen met het schikken van de bloemen. Allereerst pak ik limonium. En we gaan vandaag goed weer letten op hoe de bloemen bloeien en hoe ze mooi tot ze recht komen. En zoals je ziet heb ik nu best wel een mooie lange tak. En die doe ik er dan ook wat meer in de hoogte in. En zoals je ziet loopt het dan heel mooi mee. Heb je nou een zak wat net wat minder mooi is,
Dan kan je natuurlijk kijken hoe die wel groeit. Het is natuurlijk een natuurlijk product, dus... Dan heb ik een mooie leeuwbek en ook deze doe ik in de hoogte. Die laat ik wel wat langer. Ik snij alles goed schuin aan, dat is altijd heel belangrijk. Maar ook deze laat ik meelopen met het stuk. En zoals je ziet kan ik hem heel iets buigen en tegen de rand laten lopen. Dan heb ik mooie roze roosjes en ook deze verwerk ik op verschillende hoogtes. Zodat we mooie hoogteverschillen krijgen. En dat is het leuke aan dit frame natuurlijk. Je kan hem op de manier schikken zoals ik nu doe. Maar je kan hem ook gewoon in het midden schikken en dan met het frame mee laten lopen. Dan heb ik een mooie asten. Die zet ik ertussen. En zoals je ziet krijg je nou steeds meer verbinding met elkaar. Mooie roze lisiantes. En die zet ik ertussen, maar die doe ik ook wat lager. Dus de lisiantes verwerk ik eigenlijk alleen maar laag. En die steek ik eigenlijk tot de rand van het lekschaaltje. Net iets overheen. Zodat je straks het lekschaaltje ook niet meer ziet. En dit doe ik aan beide kanten. Ik zit te kijken, maar ik wil toch mijn leeuwbek een klein tikje korter. Dan vind ik hem iets mooier in verhouding en iets mooier meelopen. Ja, zo vind ik hem beter. En ik werk dus om het schaaltje heen, dat je het schaaltje straks niet meer ziet. En daartussen doe ik ook de roosjes. Ook aan de achterzijde doe ik er eentje. En let dus goed op dat je alles goed schuin aansnijdt. Dan ga ik mijn bloemstuk iets meer opvullen met de limonium. Maar ik let dus nog steeds op die vorm. Dus dat je vanuit deze kant naar beneden blijft werken. De limonium verwerk ik dan ook wat korter. Ik vind de bovenkant echt heel mooi. Ik vind hem heel sierlijk en het luchtige vind ik ook heel mooi. Dus dat wil ik zo houden. En dan ga ik de onderkant nog even verder opvullen met wat bloemetjes. Ik gebruik daarvoor een heel klein grisantje. En je zult zien dat het heel lieflijk lijkt in het stuk. Vroeger vonden mensen de grisanten wat oudbollig, maar het is echt nu echt niet meer. Het is een heel hip bloemetje eigenlijk geworden waar je echt heel leuk mee kan werken. En ook in het stuk lijkt hij echt heel erg leuk. Daarnaast is de grisant natuurlijk ook echt heel sterk. Maar natuurlijk ook heel mooi. Dus dit is sowieso een heel mooi sterk bloemstuk op deze manier. Dan doe ik er wat net een klein tikje hoger om weer even die vorm terug te laten komen.
Daarnaast vind ik deze pasteltinten heel mooi bij elkaar. En aan beide kanten is die dan heel erg mooi. Mocht je er nog gaatjes hebben, dan kan je die opvullen met een klein beetje mos. Dat stop ik er gewoon tussen. Dit geeft ook wat rust in het stuk. En mocht er nou aan de kant nog jouw lekschaaltje zichtbaar zijn, kan je daar ook een beetje mos omheen doen. Het bloemstuk is eigenlijk helemaal klaar. Hij is heel mooi vol en de vorm zit er heel goed in. Je kan hem dus zo laten, maar je kan hem ook net iets aparter maken. Ik gebruik hiervoor die terracotta potjes. En ik heb aan deze al even een touwtje gedaan. Er zit een gaatje onderin. En die ga ik hierbovenop bevestigen. En hier ga ik nog even een klein bloemetje bij in doen. Om nog net even iets specialer te maken. Maar je kan hem dus op deze manier bestellen. Of als extraatje de terracotta potjes. Ik heb er dus al een touwtje aangemaakt en deze bevestig ik aan de bovenkant. Ik heb dus nu de terracotta potjes opgehangen. En daarin doe ik een klein vetplantje. Let wel op met watergevers, ze hebben echt heel weinig water nodig. Maar dat het wel iets kan doorlekken. En daaromheen kan je nog een klein beetje mos doen. Let op als je het pakket bestelt. Er zijn verschillende soorten vetplantjes. Dus het kan zijn dat je net even een iets ander vetplantje krijgt als mijn voorbeeld. Maar ze zijn allemaal zo leuk en allemaal vetplantjes, dus ze passen allemaal in zo'n potje. Soms moet je even iets zand afhalen, dat doe ik nu ook. Doe er weer een beetje mos omheen, daarmee zet je hem dan ook goed vast met de mos. Zodat hij mooi blijft hangen. En dan is het toch wel echt helemaal af. De terracotta potjes maken net iets aparter. Het is belangrijk dat je dus dat die daar echt een vetplantje voor gebruikt, omdat het dan weinig water nodig heeft. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Zowel met als zonder de plantjes, wat je daarin zelf leuk vindt. Goed, dan hebben jullie nog een winnaar van mij te goed. De winnaar van de puntmand. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en dan zorgen we dat het DIY pakket jouw kant op komt. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Heb je leuke ideeën of wil je graag iets leren? Laat dan even een leuke reactie achter en laat vooral weten wat je van deze video vond. Dat vind ik heel erg leuk om allemaal te lezen en ik probeer altijd op iedereen te antwoorden. Dus ja, echt super leuk. Allemaal bedankt voor jullie enthousiaste berichtjes die ik altijd krijg. Dat doet me echt heel erg goed en daarvoor maak ik deze leuke video's. Bedankt en een goed weekend toegewenst. Doei!